Handuitsteken. Ja, Menger, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat hier gebeuren? Nou, wat hier gebeurt, er gaat niet wat gebeuren, er gebeurt al wat. Dit is de 22e Baden-Powell wandeltocht. Baden-Powell was de oprichter van de scouting. En elk jaar dan is er een Friese scouting afdeling die dus de tocht organiseert. En wij als scouting De Linde, we bestaan 12,5 jaar van het jaar, dus hebben wij het van het jaar georganiseerd. En dat betekent dat er krap aan 1000 wandelaars hier langskomen. En dat is, nou, dat is toch wel een heel spektakel. De burgemeester heeft vanmorgen het startschot gelost. En nou, tot nu toe loopt het allemaal best. Er zijn 60 vrijwilligers bezig om de boel allemaal een beetje in goede banen te leiden. We hebben EHBO'ers, we hebben verkeersregelaars, kortom het hele circus. En het loopt prima. Prima. Jan, ik zie daar een bordje staan van paneldienst. Wat heeft dat in? Nou, we hebben dus 3 afstanden, 15 en 15. Maar de grootste groep, dat zijn vaak ook kleintjes van 5, 6, 7, 8 jaar, die lopen de 5 kilometer. En dat betekent dus dat ze straks bij ons scoutingsgebouw, daar krijgen ze broodjes en soep en zo. En dan komen ze hier naartoe en dan gaan de begeleiders, die gaan met 2 busjes die we geregeld hebben, gaan die naar het parkeerterrein van het drafcentrum. Dan halen ze de auto op en dan komen ze hier over de parallelweg via de Blessen terug en dan kunnen ze hun kinderen weer meenemen. Dus dat is om te voorkomen dat hier de Domeinenweg helemaal verstopt wordt met allemaal auto's en busjes en zo. En die pendeldienst die is ook voor een deel is die gesponsord. Dus van Woudstruin, Noord-Wolde, Kreeuwengraat, een busje. En dat is mooi, want dan kunnen we dat ook een klein beetje in de hand houden. Dan wordt het niet ongeorganiseerde rommel. Waar lopen de routes samen langs, Jan? Nou, dat verschilt nogal natuurlijk. De 5 kilometer die lopen vanaf het drafcentrum door de Lindenwijk. En dan komen ze het bruggetje over de Linden, vlak bij ons scoutinggebouw. En dan gaan ze daar naartoe en dan zijn de 5 kilometer lopertjes klaar. 10 kilometer heeft een wat grotere route. Die komen ook hier door het nieuw aangelegde stukje natuur. En de 15 kilometer die gaat door Oldehoopa en dan via de tunnel komen ze uiteindelijk uit bij Kondermansbrug. En daar gaan ze het Lindenpad op en dan komen ze dus ook uiteindelijk bij het scoutinggebouw. Dus zijn verschillen voor een deel op de route hetzelfde, maar voor een deel zijn ze ook verschillend. En dat, nou ja, dat is ook wel goed, want je kan niet 1000 man in één keer op pad sturen. Dan wordt het een chaos. Ja, dat kan niet. En wat is uw taak vandaag? Nou, ik ben voorzitter van stichtingsbestuur, dus ik heb iedereen welkom geheet. En voor de rest doe ik een beetje hand- en spandiensten, zeg maar. En ik ga nu naar het scoutinggebouw, want Jeanette is voorzitter van de vereniging. En ik doe daar een beetje, nou ja, ook wat nodig is. Nou, daar komt net de pendelbus aan. Je wou weten wat de pendeldienst was. Achter je, daar komt net een van de pendelbusjes aan. Jan, waar was die kwart voor? Die kwart, dat is onze vliegende EHBO-brigade. We hebben geloof ik 8 of 10 EHBO'ers, maar we hebben dus ook 1 kwart met een EHBO'er, de coördinator erachterop. Dat is iemand die in de zorg zit, die dus ook helemaal bevoegd is. Als er onderweg wat gebeurt en je kan er met de auto niet komen, dan kun je met die kwart desnoods ook door het weiland heen en zo. Dus dat is een extra zekerheid dat als er wat gebeurt, dat we adequaat kunnen handelen, zeg maar. Dus goed georganiseerd zo? Ja, het was een hele hoop werk, maar tot nu toe verloopt het prima. Ik geloof dat 1 groepje wat verdwaald was, maar die zijn ook weer op een goede weg geholpen. Dus het gaat goed. Goed zo, Jan. Dat houden we wel. Er komt er weer een groep aan. Ja. En bijna allemaal scoutings, hè? Het zijn bijna allemaal scouts. We hebben ongeveer 40 deelnemers die niet uit de scoutingwereld komen. Maar de rest zijn allemaal scouts. Doen jullie 10 kilometer in? Ja. Ja, we doen het 10 kilometer. Heel goed. Oh ja, de blessen van het Dus ze lopen die 10 kilometer, waar gaat die langs dan? Nou, dat vraag ik me ook af of ze niet te ver gaan. Ik denk dat ze een klein beetje op de verkeerde weg zijn. Maar goed, daar hoeven wij ons niet druk over te maken. Nee? Omdat daar hebben we dus een coördinator voor die dat ook weer met de auto oplost. Dit, soort problemen. Nou, dit is wel leuk, maar dit zijn onze eigen scouts. Van Scouting De Linde. Ik ben met z'n drieën. Hallo!
is ook nog van ons dit spook. Welke groep zijn jullie jongens? De Kruispaar. En die schotinghond, loopt die altijd mee? Loopt die altijd mee? Ja, schotinghond. Ja. Speciale aangeschaffels maken. Oh, daar zijn ze weer. Nou Henk, dan gaan wij naar... Dit is nu van onszelf met die rode blauwe sjaal die van. Jammer, de spektakel hier. Ja, het komt, alle afstanden komen ook bij elkaar hier, 15 en 15. Dus we zullen zien hoeveel deelnemers er zijn. Nee. En hoe lang is dit gebouw nog van jullie hier? We zitten hier nu straks al 12,5 jaar. Jan, waarom staat die boot daar? Nou, dit is een waterschotingsvereniging. En we hebben dus drie zeilboten en we hebben vier kano's en zo. Er wordt dus ook... Nou ja, volop als het mooi weer is, dan gaan ze zeilen en kanoën en zo. Maar nou ja, dat kun je straks binnen ook zien, daar is nog wat een en ander te zien. Dus daar gaan we nog maar even. Ga je naar binnen kijken, ja. Hier. Ja, nou dit is de grote ruimte. Als slecht weer is, dan kunnen kinderen hier binnen ook van alles doen. En dan hebben we hier een aantal lokalen. Dit is voor de zevenkenners, dat is een wat grotere spul. En daarvoor is voor de... Dolfijntjes, dat zijn de wat jongere kinderen. We hebben daar een redelijk professionele keuken. We hebben daar toiletten en allerlei dingen voor en een hal en zo. En dan hebben we hier het vooronder. Dit is van de loodsen, dat zijn dus de grote lummels zeg maar. En hier hebben we de machinekamer, dat is de werkplaats. Die hebben we er nog niet zo lang bij. Eerst hadden we de helft van de loods en nu hebben we de hele loods. Gaan we even kijken. Ja, het is van de boten. Er worden boten geschuurd en geschilderd. Er gaan elk jaar het water uit, elke winter. En dan worden ze opnieuw in de verf gezet. En nou ja, wat er eventueel aan gerepareerd moet worden, dat gebeurt ook. En voor de rest is dit nou ja, eigenlijk werkplaats. Dus dit hoeft niet zo mooi te wezen. Hier hebben we onze kanokar met vier kano's erop. Hier hebben we onze kano's met vier kano's, vooral de kleinere schuitjes die gaan vaak met de kano op pad. Als ze nog geen zeildiplomaatje hebben, dan gaan ze met de kano's op pad. En dit, is, ja, dit was een gift van de Rabobank. We kregen 2500 euro van de Rabobank en hebben we vier kano's van kunnen kopen. Oké, okay, maar hier worden dus de volgende zwinters geschuurd en zo. Nou ja, als ze een heel seizoen gebruikt zijn, dan hebben ze ook weer onderhoud nodig. Dus dan worden ze geschuurd en opnieuw in de verf gezet. En dat kan hier mooi, dat deden we eerst in die andere ruimte, maar ja, dan werd de rest ook erg stoffig en hier kan dat prima. En hier zijn we nog steeds mee aan het verbouwen, hier moet nog het nodig aan gebeuren, achter moet nog andere wand in en zo. Maar dit is in elk geval een plezierige werkplaats en dat betekent dat we in die grote ruimte daar, als het slecht weer is, kunnen de kinderen daar ook van alles doen. Ziet er goed uit, Jan? Nou ja, dit is ook 12 jaar hard werken. Henk. Als voorzitter mag je trots zijn of niet? Nou, dat denk ik ook echt wel. Dan moet je kijken wat er buiten loopt. Ja, nou ja, dit, gelukkig is er ook een mooie opkomst. En, ja, het is een hoop werk. Of je het nou voor 200 doet of voor 1000, maakt het niet zo gek veel uit. Maar dit is, ja, het is heel geslaagd tot nu toe. En ik hoop dat er verder ook niks gebeurt, dat de EHBO werkeloos blijft. En dan hebben we een hele mooie dag. En een mooi stukje PR voor Westellingwerf en voor Schouting de Linden. Dat is ook belangrijk. Ga nog even verder kijken nu, hè? Ja, is goed. Okay. Dit is onze radiokamer. We hebben twee centamateurs als lid ook. En hier wordt dus ieder jaar, dat heet Jota Joti. Dat zijn van de jamborees on the air en on the internet. Wordt hier allerlei verbinding gelegd met andere groepen die dus ook weer via centamateurs in de lucht zijn.
En nu zit hier Nico. En Nico is de man die vandaag de centrale post is. Die zorgt dat alle 25 portofoons onder elkaar kunnen communiceren. En als er wat is, dat hij hulp kan sturen en zo. Hij is, komt van Scouting Nederland. We hebben hem ingehuurd. En, dat gaat goed, dat ook niet doen. Hè? Hoe is de toestand nu op het circuit? Rustig. Gaat goed? Gaat goed. Wacht even, ja. Jan, waar komen die scouters nou allemaal vandaan? Nou, eigenlijk uit heel Noord-Nederland. Hoofdzakelijk uit Friesland, want die benenbouwopdracht is toch wel een Friese aangelegenheid. Maar er was vanmorgen als eerste een vader en een dochter uit Enschede. We hebben een aantal mensen in een groep uit Uchelen op de Veluwe. We hebben mensen uit Assen. Dus ja, het is vrij breed. En hier staan drie nieuwsgierige dames achter jou. Die moeten eens even zien wat dit is. Kom er maar in. Wij bijten niet hoor. Waar is deze kamer? Deze kamer is voor de, hoe heet dit nou? Nee, we hebben dus daar eentje voor de jongste kinderen en dit is voor de zevenkenners. Die zijn dus wat ouder. De scouts. Ja, ja, scouts bij landsgroep. Jullie zijn wel landsgroep. Ja, ja, we zijn ook van scouting. Ja, we zijn ook. Oh, jullie zijn van het Dracht? Van de... Nee, Esmer. Uit Leeuwarden. Oh, want ik dacht dat alleen het Dracht zo'n droomclub was, maar jullie zijn dus van... De lichtscouting. Ja, ik heb eigenlijk niet heel veel met lichtscouting. Die hebben we nog niet gehad hier, dus dat is nieuw voor ons. Volgens mij een van de vier scoutinggroepen in Nederland. Die, dat is een, ja, mooie stadje. Bettina, de collega voor de dame. En haar man of vriend, die doet dat ook. Kijk, nu zit hier de centrale post voor de mobielefoons. Of voor de portofoons. Maar die doen we weer dicht, want dat moet een beetje rustig zijn. Het verandert dat is makkelijk in. Je mag overal in hier. Dit is voor de oudste leden, hè, voor een deel leiding. En ja, ja, voor jullie hebben we verstand. Ja. En dat betekent dat wij ook hier vergaderen als dat moet. En nou, je ziet, we hebben ook een bak. Je moet hem hier op plakken. Dus dat ja, is een oude 16 kwadraat, daar hebben we een stuk uitgezaagd. En, dit is ja, verder weg het leukste lokaal eigenlijk. Henk, ik zou zeggen, zet die borden er maar allemaal niet op, want ik weet niet of we daar allemaal heel eerlijk aan komen. Maar de mannen zijn langdurig gebruikt. Ja, ja. Wat interesseert jullie? Want jullie zijn echt nieuwsgierig. Ja. Waarom interesseert jullie dat? Nou, omdat wij, hier zijn heel veel kamertjes, wij hebben alleen... Wij hebben één grote kamer en een keuken en dan de lijnentrek. Oh, hier leren jullie van? Ja, hoe het moet. Anders. Ja, 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 ja. Jullie hebben achterin al gekeken, hè? Daar is de werkplaats waar de boten op afgesneden zijn. Het is niet gerookt. Jan, hoe vaak is die bar open hier? Hoe vaak is die bar hier open? Nog wel eens regelmatig, want ze vergaderen ook nog wel eens samen. En dat is dan ook weer voor de gezelligheid dat we vergaderen. Dus, maar het is, ja, nou ja, meestal zitten ze wel aan tafel. Dan kan ik aan de bar zitten. Maar ik hoor wel. Rook en alcoholvrij. Ja. Dat doe je er bewust niet. Als de jeugd hier is, ja. Als het onder elkaar zijn, de grotere boys, dan mogen ze het beter drinken. Nou, bijzonder. Maar, vandaar dat er een hartslot op de koelkast zit. Hey, dankjewel. Goed lopen. Er komt wel licht aan hier, hoor. Moet je meer licht hebben? De dolfijnen, wat hebben we hier, Jan? Dolfijnen, dat is het spul van 5 jaar tot een jaar of 7, 8. En die hebben een eigen lokaal ook. En, nou ja, dat is... ook weer een hoop elleboogstom en een hoop eigen werk. Maar, want eerst was het gewoon één grote kale loods. En nu hebben we toch een hele hoop mooie ruimtes erin, zeg maar. Dus, Jan, allemaal brood hier. Wat doen we hier? Wij hebben dus zowat 1000 deelnemers. En we hebben nog een partij vrijwilligers. En die moeten allemaal wat eten hebben. Dus dit zijn 2200 broodjes. Vanmorgen allemaal gesmeerd en gesmeerd en belegd. Dat is dat een heel hoop, trouwens wel leuk. Gesponsord door Albert Heijn, voor Bijsterbos. En dat is ook wel weer heel aardig natuurlijk, van de Albert Heijn. Ja, Bijsterbos die gaf ons ook nog korting op andere dingen, dus dat is... dit is de hulpkok. Nou Jan, tot hoe lang duurt het vanmiddag hier? Nou, als het goed is, een uur of 4:30 moet het eigenlijk allemaal wel achter de rug is. Dan moeten wij het drafcentrum en bij Lindencollege, waar we de toiletten en zo gaan mochten gebruiken,
We moeten nog even schoonmaken en opruimen. We hebben beloofd dat we het parkeerterrein schoner op zouden leveren als dat het was. En dan komen de vrijwilligers hier nog even bij elkaar en dan is een hapje en een drankje en eventueel wat te eten. En dan is het einde van het verhaal. Weken van voorbereiding voor, pak een beetje van 10 uur tot 5 uur, 7 uurtjes wandeltocht en toestand. Jan, hoe vaak zijn jullie bij elkaar in dit gebouw? Nou, de opkomsten, zo heet dat bij de scouting, dat is dus of vrijdagavond of zaterdagmorgen. Dat wisselt elke keer. En daarnaast hebben we dus een plusploeg. Dat zijn bestuursleden en per ouders. Die zijn dus woensdags vaak aan de gang. Dat gebouwen nog opknappen. En voor de rest, ja, incidenteel. We hebben altijd met de kerst, hebben we hier het kerstdiner. In deze ruimte. Dat wordt ook door onze eigen mensen hier gemaakt. In de keuken. En voor de rest, ja, zoals de afgelopen weken. Waren we hier bijna elke avond. En overdag, gisteren overdag, was hier ook een ploeg, want er moest alles klaargezet en geregeld en zo. Maar normaal zijn die opkomsten zijn op vrijdagavond of zaterdagmorgen. Hoeveel leden hebben jullie bij de scouting? Tussen de 45 en de 50. Dat varieert wel eens een beetje. Want dan gaan we wel eens kinderen, vooral als ze wat groter worden, dan gaan ze vaak ergens studeren of zo en dan houdt het op. Maar er komt aan de onderkant ook altijd wel weer jeugd bij. Dus dat is vrij stabiel zo rond de 50. Een relatief kleine vereniging. Want vorig jaar was in Harlingen was op de Pauwentocht en toen waren er 1200 deelnemers, geloof ik. Maar ja, dat waren drie verenigingen die dat doen. Ze hebben daar drie verenigingen, waterscouts, gewone scouting, landscouts en ik denk iets van lucht of in ieder geval ook een extra club. En die organiseren dat samen en wij hebben met onze eigen vrijwilligers toch aardig goed van elkaar gekregen. Dit was de eerste tocht die jullie georganiseerd hebben? Dit is de eerste keer, ja. Dit is de 22e Benepauwentocht. Maar dit is de eerste keer dat wij dat doen. En het kan zijn dat we dat over 5 of 6 jaar nog een keer doen. Maar in elk geval niet volgend jaar weer, zeg maar. Dan doet weer een andere groep het. En nou ja, het bestaat al 22 jaar, dus dan kun je nagaan dat er ook wel een behoefte aan is. Ja, want anders was het al een keer gebeurd geweest. Jan, die zit er nou gezellig bij de kachel. Waar stook je die kachel mee? Bij brandhout. Wij hebben een heel voordelig partijtje brandhout over de achter de loods. En die brandt hij niet omdat alle deuren open staan, dan stook hij voor de buitenlucht. Maar normaal, als die een tijdje brandt, dan hangt daar boven de loods een heater. En dan komt er warme lucht uit, dan stoken we hier de boel warm. En hij kan ook op de verwarming, dat hij dus aan de verwarmingsinstallatie, aan de gasketel, extra warmte geeft. Dat is, redelijk milieuvriendelijk, zeg maar. Lekker voordelig. Ja. Van het gas af? Nou, niet helemaal. Oh. Zonder gas lukt het nog niet helemaal. Maar in de keuken hebben we ook gas natuurlijk. Maar dat gaat prima. En als wij hier soms samen zijn bijvoorbeeld, dan zitten we hier vaak met z'n allen. Die grote hoekman die komt ook weer ergens bij ouders vandaan. Die komt een nieuwe bank en die zegt, nou, die kan hier wel naartoe. We hebben een hoop plezier van. Mooie accommodatie. Wij zijn er ook wel heel gelukkig mee. Kijk, dat is weer.